alweer voor de zesde keer het Groot Abcouder Dicté. Wat een debakel was dit onderzoek. Ik haakte gestrest af omdat ik niet als een Don Quixote vruchteloos wilde doorgaan. Alles was een grap. Je schrijft dat op en vervolgens denk je daarna, oh, schrijf ik het wel zo. Doe thuis ook mee met het Groot Abcouder Dicté. Live te zien op 11 december vanaf 8 uur. Natuurlijk bij RTV Ronde Venen. Deze week in Nieuwsronde. Herten en Meidrecht hebben nieuw onderkomen. De inloopbijeenkomst over plannen van Marieke 2. Een stukje geschiedenis over de sluizen in de Ronde Venen. En Sinterklaas bezoekt Baanbrugse senioren. Nou, Rieder, dit is hem dan, hè? Ja, dit is een hele mooie stal. Ja, wat is er zo mooi aan? Ja, dat die... Dat de deuren sluiten, dat er alles weer recht is, geen lekkage en lekker groot. Ja, het is gewoon een prachtige stal. Het hertenkamp in Meidrecht heeft eindelijk zijn nieuwe stal. Het heeft even geduurd, maar zo vlak voor de winter staat hij er dan. Dus nu hebben ze een mooie betonplaat gemaakt met een afschutpotje. Mooie binnenkast waar ik mijn hooi en mijn voer op kan bergen. Dus ik ben zeer tevreden en de herten ook. Ja, staan ze hier met z'n allen in als het rond is? Nee, dat gebeurt niet, maar als het heel vies weer is, ja, dan gaan ze naar binnen toe. En anders vinden ze het heel erg lekker om de ruif daar te gaan liggen. Of ze gaan onder een boom liggen, want in de natuur hebben ze ook geen stal. Dus ze zoeken altijd een plekje waar ze zich behagelijk voelen. Is het zo'n beetje geworden wat je hebben wil? Nou, in eerste instantie had ik het idee dat er weer een stal zou komen met een puntdak. En daar een koperen beschermlaag weer op. Maar daar waren de meningen over verdeeld. Het moest toch eigenlijk een lessenaarsdak worden. En waarom? Omdat we ook willen verduurzamen. Dus is er hier een compleet zedendak opgekomen. Je ziet, het is helemaal geïntegreerd in natuur. Een prachtig sedumdak. Okay. En het isoleert zomer en winter. Nu dit er staat, vind ik het er ook bij passen. Ja. En zeker de materialen, want dit is dan doekleshout en doekleshpalen. Dus het is eigenlijk gewoon helemaal de trend van nu. Ja, ik vind het gewoon prachtig eruit zien. Hoe lang ben je al bezig? Drie jaar geleden ben ik aan het vragen gegaan bij de afdeling Groen. Want het werd een tijdje stil, want ze wisten eigenlijk niet hoe hiermee om te gaan. Groen zegt nee, dan moet je bij facilitair wezen. Facilitair zegt nee, je moet bij de gemeente wezen, want dat valt onder de gebouwendienst. Toen kwam het verhaal van oké, die hertenkamp moet verdwijnen. Dus Maarten van der Greft heb ik een gesprek mee gehad. En die, op een gegeven moment is het besloten, het hertenkamp mag voorlopig nog blijven. En zei van ja, ik zeg maar hoe dan met die stal? En toen zei hij van ja, hoe dan met die stal? Ik zei ja, die is gewoon echt helemaal slecht. Nog wensen voor het park? Nou, waar ik op zit te wachten is een stukje verlichting in de stal. En dat is natuurlijk ook niet zo makkelijk, want we hebben hier geen stroom. Dus er moet een geul gegraven worden dat hier een voorziening komt. Want in de winter loop ik met een zaklantaarntje om het voer te pakken. Nou, ik heb wel eens een keertje gehad, was ook op een zondag. En de bok ging met zijn gewei tegen een hinde aan en die trok een winkelhaak. Die hinden konden verdoven, de dierenarts erbij. Maar toen stonden om 4 uur in het donker, hebben we toch de wond kunnen hechten. Maar ja, ik denk, oké, het gebeurt en het komt allemaal wel goed. Maar ik denk, oh ja, nu missen we gewoon eventjes wat verlichting erin. Ja. Ambtenaren van de gebouwendienst, van de afdeling duurzaamheid, tekenaars en rekenaars. Er zijn veel mensen bij betrokken geweest. Ja, dat klopt, ja. Maar we hebben wel een heel mooi resultaat gekregen, dus daar ben ik wel blij om. Kijk, dat wil je hebben. En alles komt goed, hè? Grote posters gaven afgelopen week weer hoe het met de ontwikkeling van bouwplannen in de Marieke 2 staat. Woonsferen, mobiliteitsoplossingen en het verdere verloop van het project.
jongens? Ja, we zijn even aan het kijken. We hebben ook in Marieke 1 gekeken nu. En ik hoor dat Marieke 2 natuurlijk zou gaan gebeuren. Dus vandaar eigenlijk even kijken wat er allemaal aangeboden wordt. We waren een uur bezig. Toen zaten we al op 230 bezoekers. Dus de belangstelling is groot. En ja, dat horen we natuurlijk ook vaak. Er is grote behoefte aan woningen. En wij als gemeente doen er heel erg veel, heel erg ons best om woningen te bouwen. Ja, we hebben nou een eigen woning en we willen toch iets nieuws. En ja, we wonen in Wilnis, dus het is een klein stapje verder voor ons. Hij is 32, alleen. Dus dat zijn toch wel dingen die moeilijk zijn. En naar wat voor woning kijk je? Nou, eigenlijk liefst zou hij een appartement willen hebben. Een onderdeel van die 4800 woningen die er gebouwd moeten worden, of komt dit er nog bij? Nee, dit is wel onderdeel van die 4800. Ja, we werken nu al aan feitelijk aan 3300 woningen en de 650 hier, die horen daar al bij. Het is eigenlijk schandalig dat je zo lang moet wachten. Hè? Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. En dan zijn er wel oplossingen in de particuliere huur. Dat heeft hij ook al 4 jaar gedaan. Maar ja, het is duur en je bouwt niks op. Ik woon in de Ronde Venen en ik vind het prachtig om te zien dat er weer nieuwe projecten op stapel staan. Waarbij er heel veel woningen voor iedereen gebouwd worden. En nou, dit is een heel mooi project. Op zoek naar een woning? Nee, helemaal niet. Ik woon al 45, 6, 47 jaar woon ik in het Damland, Kanderland daar. En wij wonen daar in die straat. Dus, en ik wil niet zo'nzelfde uitgang hebben. Dat is daar een halve snelweg voor mijn neus heen komt natuurlijk. Dus ik heb een hele goede hoop dat ik kom. Ik heb even naar het plan gekeken en het staat nog steeds ingetekend. Zoals we tot nog toe afgesproken hebben. Dus ja, nou moeten we de gemeenteraad afwachten natuurlijk. Wij wonen nu in de Marieke 1. Dus ja, we komen even kijken wat we als toekomstige buren kunnen gaan verwachten. U komt hier te kijken wat u eventueel een woning kunt kopen? Zelf nu in de Marieke 1, dus we zijn heel benieuwd. We gaan even kijken. Een soort doorstroming? Nou, dat zou een optie kunnen zijn. Nou, we hebben nu een huidig appartement in Meidrecht hier. We zijn gaan kijken of we wat nieuws willen, wat groter. En ja, vandaar wel in de gemeente blijven in ieder geval. Ik denk, nou ja, het is toch wel een mooie kans om straks ja, geen te zitten en bij te blijven hier wel. Dus het plan ziet er heel goed uit en ja, we hopen op meer informatie binnenkort. Je ontkomt er niet aan dat je toch ergens een keer een appartementencomplexje neer moet gaan zetten. Maar als het geen grijs betonnen bak wordt, dan moet het vast wel bij iedereen de smaak vallen, denk ik. Wordt het hier nou mooier voorgesteld dat het gaat worden? Nee, dat denk ik niet. Het is altijd lastig om natuurlijk door die eerste schetsen heen te kijken. Die gaan over verbeelding, groenstroken, bouwhoogtes, differentiatie. Maar uiteindelijk wordt dit een hele mooie woonwijk. In het rampjaar 1672 zijn de polders rondom Meidrecht onder water gezet om de invasie van de Fransen tegen te houden. Veel dijken bezweken in die tijd en in plaats van herstel werd er gekozen voor een ringdijk rondom het gebied. Waar kanalen de ringdijk kruisen, werden sluizen aangelegd. De ringdijk om het Ronde Venengebied heen die is ontstaan naar aanleiding van het rampjaar 1672. De sluizen zijn hier gekomen toen er een dijk werd gelegd om het gebied van de Ronde Venen heen. En omdat er ook watergangen zijn, moet er een doorvaart blijven. Daarvoor is een sluis die zorgt dat het waterverschil bedwongen kan worden. Als ik kijk naar vroeger, toen waren er geen vinkerveense plassen. Nee, dat klopt. Die zijn waarschijnlijk ontstaan door het afgraven van turf. En vooral na de Tweede Wereldoorlog ook het afgraven van zand. De sluizen zijn hier gekomen in 1674. Er zijn toen 4 sluizen gekomen. Dembrikse sluis, de Oudhuizersluis, de Dooiersluis en de Nessensluis. Maar de Dooiersluis bestaat toch niet meer? Nee, de Dooiersluis is in 1940 gedempt. De ringdijk is gebouwd op de stevigere grond langs de rivieren. En dat is gedaan omdat in het rampjaar door de inundaties de oude polderdijken binnen in het gebied zijn weggeslagen.
De staten van Noord-Holland en West-Friesland bemoeiden zich met de tarieven. Maar dit behoort toch tot het gebied van Utrecht? Ja, dat klopt. Maar dat heeft te maken met dat het gebied ook deels Hollands is geweest. Dat is het gedeelte bij Waverveen, is een taartpunt wat een Hollandse polder was. Zij leverden ook de dijkgraaf van de Rondeveense polder. Ik denk dat dat vanuit historie zo is gegroeid. Wie heeft opdracht gegeven voor het bouwen van de dijken? Dat hebben de polders samen geregeld. Zij hebben samen gekozen van wij moeten die dijk. Wij moeten een dijk hebben om ons te beschermen. We kunnen dat niet ieder voor zich, dus we willen dat graag samen doen. En zij zijn toen met al die polders samen naar de staten van Holland en West-Friesland gegaan om te vragen of zij gezamenlijk die ringdijk mochten maken. De sluizen zijn gemaakt gelijktijdig met die ringdijk. Dat was nodig om die ringdijk af te sluiten. Dat als er hoogwater buiten was, dat gebied beschermd kon worden door het dichtzetten van die sluizen. In de jaren 60 is er een sluis aangelegd voor het verschepen van zand uit de Vinkeveense plassen. En dat werd gebruikt voor de ophoging van de stadswijk Bijlmer. En nadat dat project is afgerond, hebben ze de sluis van de oude plek verplaatst naar de plek van die grote sluis die ze toen hebben gebouwd. Deze sluis hier is een van de sluizen die nog op dezelfde plek ligt ongeveer als de oorspronkelijke sluis uit 1672. Dus het is een van de sluizen en van de doorvaarten die op dat moment nodig waren en die er dus nog steeds is. De andere sluizen, liggen die nog op de oude plek? De Dooiersluis is gedempt en de Nessersluis is geheel verdwenen. En dat heeft volgens mij te maken met de vervening die is in dat gebied geweest van de eerste, tweede en derde bedijking. Hoe zijn jullie er zo toe gekomen om een artikel hierover te schrijven? Dat begon in 2022 toen het thema van de maand van de geschiedenis Wat een ramp was. En, er zijn toen veel activiteiten geweest die over het rampjaar 1672 gingen. En wij hadden daar een expositie en een rondleiding over georganiseerd. En naar aanleiding daarvan is een artikel in de Proosdijkroniek verschenen. En toen hebben we de tolheffing niet zo kunnen uitdiepen binnen de aantal pagina's die we toen hadden. Dus dat is dit jaar een aanvullend artikel geworden. Sinterklaas is voor groot en klein en dus kwam hij ook op bezoek bij Baanbrugse senioren. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even. Applaus voor uzelf, ja ja. En wat doe je hier op dinsdag? Koffie drinken. Maar nu voor het eerst hier ook met Sinterklaas? Ja, ja, de eerste keer ja. Ja, en wat vind je ervan? Ik vind het... Nou, aardig. Ja, de Sinterklaas, die komt van oorsprong... Uit Turkije. Heel goed. Maar waar is hij geboren? In Mira, Madrid of Patara? Mira. Allemaal fout. Nee, hij is geboren in Patara. Hij was bisschop van Mira. Maar hij komt uit Patara. Dat lijkt op patat, kun je het makkelijk onthouden. Hoeveel uur kost het om goede penningmeester te zijn per week? Meestal wel 5-6 uur per week. Oh ja, dan is het wel... Maar ja, het is een behoorlijk bedrag wat je binnenhaalt, toch? Ja, dat is het ook. Ja. Daar kan ik wel jaloers op zijn als Sinterklaas. Nou, dat hoeft niet. Kijk toch eens. Hupsakee. En mijn naam is... Sinterklaas. En jouw naam? Nora. Nora. En wie doe je naam? Miep? Wie? Of iemand naam? Dat was zo'n kindprogramma. Ik ben Nora en ik doe Donald Duck. Maar wel actief blijven. Proberen. Ja, ja. Sinterklaas zegt altijd, je kan ook voor de geranium zitten. Nou, ik zit er meestal achter. Ik blijf altijd een beetje kind.
Dat zeg ik ook altijd. Als je jong blijft in je hoofd, dan... Ja, dat proberen we wel, ja. Dat proberen we wel. En hoe zit die school? Heerlijk. Sinterklaas kapontje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Laura, ik vind je een geweldige stem. Dankjewel. En we hopen dat jullie dan lekker vereten en we willen jullie nu al in ieder geval hartelijk bedanken voor jullie bezoek aan Bamberg. Dit was Nieuwsronde van deze week. Heeft u ook nieuws te melden? Laat het ons weten via redactie@rtvrondevenen.nl. Alweer voor de zesde keer het Groot Abcouder Dicté. Wat een debakel was dit onderzoek. Ik haakte gestrest af omdat ik niet als een Don Quixote vruchteloos wilde doorgaan. Alles was een gok. Je schrijft dat op en vervolgens denk je daarna, oh, schrijf ik het wel zo. Doe thuis ook mee met het Groot Abcouder Dicté. Live te zien op 11 december vanaf 8 uur. Natuurlijk bij RTV Rondevenen.